Voordat we beginnen wilde ik even zeggen dat dit de laatste aflevering is van seizoen 3 van Kringloopkwartier. Het is helaas een wat korter seizoen geworden dan ik had gehoopt. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat ik al deze afleveringen heb kunnen opnemen voordat de hele crisis begon. Ik hoop heel erg dat jullie genoten hebben van dit seizoen en blijf zeker even tot het einde kijken. Want we gaan natuurlijk nog een Kringloopkwartier kampioen kiezen. En wie weet kan ik dan over een poosje met de kampioen een speciale aflevering opnemen. Mocht je de serie hierna missen, er staan in totaal bijna 30 afleveringen online en de playlist kan je hieronder vinden. Veel plezier met kijken! Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Kringloopkwartier. Vandaag ben ik met... Edith! In Kringloopkwartier ga ik elke aflevering met een andere gast naar een kringloopwinkel toe om in een kwartier voor elkaar een outfit uit te zoeken. En vandaag ben ik dus met Edith en zijn we bij de grootste kringloopwinkel van Nederland volgens mij. Volgens mij wel. En bij mij om de hoek kun je daar gaan. Bij Edith om de hoek. Zullen we naar binnen gaan? Heel graag. Vandaag is Edith de gast. Op haar Instagram en YouTube kanaal Style Has No Size maakt ze positieve video's over vintage en plus size kleding. Edith, voordat we beginnen met de challenge ben ik natuurlijk super benieuwd naar jouw kledingstijl. Heel vaak heb ik onverwachte combinaties. En er zit altijd een stukje fun in. Fashion is fun, dat is echt mijn motto, zeg maar. En qua kleuren kan alles, behalve één kleur. En dat weten mijn volgers denk ik ook. En dat is? Paars. Paars haatje. Ik heb een allergie voor paars. Echt paars. Lila niet, dat vind ik prachtig. En verder qua kledingstijl er zit altijd ook een soort vintage touch. En ik hou heel erg van modest style, dus modest fashion. Ik laat niet veel huid zien. Volgens mij heb jij heel vaak blazers of jasjes aan. Blazer is mijn nummer 1. Ja. Ik zeg altijd, a blazer makes everything better. Een blazer gooi ik over een broek, ja, over een jurk en ook op een rok. Ik heb een allergie voor vesten. Maar ik ga een paarse vest zoeken. En dan heb je, en als je ook nog een vlies doet, nou, dan heb je 100 punten voor mij. En heb jij nog tips voor mij? Jij bent een van de eerste plus-size gasten, ja, in Kringloopkwartier. Ik hield mijn hart al vast. Ik denk, oh, mijn Bonnie. Ik denk, die gaat het heel moeilijk krijgen. Bovenstukken is echt wel heel makkelijk. En ook jurk is heel makkelijk te vinden. Ja. Maar onderstukken, dus broeken en rokken, dat is heel lastig. Want zijn er in kringloopwinkels over het algemeen soort van plus size, ja, afdelingen? Ik zie steeds meer maatje meer staan en plus size. Maar ik kijk zelf niet meer alleen naar de maten. Dus laat je daar niet gek door maken. Meer naar de vorm. Hou het voor je en ga kijken, ja, van hoe valt het wat ruimer. Als jij dat twee keer inpast, dan past het mij ook. Oké, okay, dan gaan we beginnen met de challenge. Ik heb wel zin in. Ik ga aftellen voor Edith en ze vroeg dus speciaal of ze een winkelwagen mocht gebruiken in plaats van een mandje. Ik neem gewoon een mandje, maar waarom wil je dat? Ik vind het heel handig. Ik ben natuurlijk ook langer, maar zo'n mandje zit heel te klooien. Hè? Ja. En dit gebruik ik gelijk als stylinghokje. Oké, okay, ik ben zo benieuwd. Ik ga het heel handig, dingetjes aanhangen en gelijk stylen. Heb ik een overzicht, dus vandaar. Nou, we gaan het zien. 3, 2, 1, veel succes! Ik vind dit dus echt cool, want het zijn gewoon paardrijlaars, maar dit vind ik dus heel tof. Ik vind dit wel heel leuk. Dus ik laat me eigenlijk inspireren door de laars, door de schoenen, wat voor look ik ga doen. En of het nou een rokje wordt of een broek, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Bij Bonnie denk ik gelijk aan een beetje mooie topkleurtjes. Ik laat me hierdoor inspireren en dan gaan we wel zien waar het schip strandt. Ik ga denk ik voor Edith beginnen met het onderstuk, want dat dacht ze dat het moeilijkst gaat worden. En ik zie hier al een aantal broeken hangen. Oh, echt heel moeilijk. Altijd als ik voor mezelf kijk, dan denk ik van, oh, ik zie mijn maat nergens. Maar nu probeer ik juist een grotere maat te vinden en zie ik dat dat echt helemaal onmogelijk is. Oeh, hier heb je damesjassen en colberts vanaf maat 44. Dit klinkt echt helemaal als het rek voor Edith. Maar er hangt ook gewoon een hele kleine broek. Huh? Dit klopt gewoon niet met het bordje. Oké, okay, ik zie hier een broek die qua maat wel goed is, maar ik vraag me af of Edith echt in zo'n soort driekwart broek zou rondlopen. Ik zie hier ook een broek van de Primark is deze. Dit is denk ik meer haar stijl. Gewoon een beetje een soort van netjes, maar wel weer een beetje saai. Dus ik moet echt een hele leuke blouse of zo gaan vinden. Ik ga op zoek naar broeken. Kijken waar die zijn.
Ik kijk gelijk eigenlijk naar printjes en kleuren die ik te gek vind. Kijk, het is ook zo'n lekker vergrijsd kleurtje. Dit met die kleur, dat was toch helemaal gek? Ja, het is wel wat groot, maar dat maakt niet uit. Nee, ik neem deze wel mee. Vind ik wel leuk. Waar is mijn wagen dan? Gevonden, gelukkig. Oh, ik dacht heel erg dat het echt was, maar het is echt heel overduidelijk nep. Oké, we gaan gewoon een leuke blouse en een colbert zoeken. Kijk, ik zie hier dus een zwart colbertje. Maar dan heb ik wel letterlijk een zwart colbertje en een zwarte broek. Dan moet ik echt de meest hysterische blouse ever vinden. Dames colbert. Een paarse colbert. Als ze het niet gezegd had over paars, had ik nog best wel deze gewoon leuk gevonden. Oh, dit is leuk. Dit is een kleur die haar ook vast heel mooi staat. En dit is ook leuk met die zwarte broek. Oké, nee, dit gaat sowieso mee. Ik krijg ineens weer vertrouwen. Ik ga even naar de herenblouse. In de categorie Best and Worst gaan we kijken wat de beste tweedehands vondst is van de gast en gaat ze ook iets doneren. Wat is jouw allerbeste tweedehands vondst? Dat is mijn vintage Gucci tas. Oeh. Ja. En ik was bij een vintage winkel en ik zag hem achter de toonbank. Ja, ik heb extra ogen, maar niet voor glitters, maar juist voor hele mooie oude dingetjes. Die tas zag ik en toen zei die man volgens mij toen van, nee, die is voor iemand anders. Ik zei, nou, maar ik wil hem en ik moet hem. Dus uiteindelijk heb ik hem gescoord voor 50 euro. En dus, echt? Ja, echt fantastisch. En je hebt ook iets meegenomen om te doneren? Een trainingsbroek. Ik werd weer even verleid. Ik was met iemand anders gaan shoppen, Rosmarijn. Ik wou net zeggen, dit doet me heel erg aan Rosmarijn denken. Als je nog niet hebt gezien, Rosmarijn heeft ook meegedaan met Kringloopkwartier. Het staat in het i'tje gelinkt. En dan word je toch een beetje, hè, bedwelmd door haar eigen stijl, door haar stijl. En dan, ik ga het ook doen, leuk met een blazer. Nou, het is echt een hele leuke, want er zitten accentjes en zo aan, maar het is het toch niet voor mij. Ik zou dit precies ook gedaan hebben, dat ik dit dan koop, maar dan draag ik het toch niet. Precies. Nou, dan gaan we die lekker inleveren. Kijk, stel je hebt bijvoorbeeld dit colbertje. En dan dit eronder bijvoorbeeld. Ik vind dat best wel een coole kleurencombinatie. Alleen, het is wel echt zo rip op rip. Dus ik hoop dat ze mijn rip houdt. Deze vind ik ook leuk, lila. Maar dit is denk ik meer iets voor mezelf misschien. Nee, ik vind die groene van net echt cooler. Meer uitgesproken. Oké, ik heb dus een blouse, een colbert en een broek. Ik ga nu naar de schoenen toe. Schoenen in maat 41. Ik hou van laagjes maken, dus een shirtje onder die blouse zou ook wel heel leuk kunnen zijn. De stress begint wel al te komen trouwens. Maar jammer dat het zo gekreukt is. Een giletje, die gaan we heel veel zien komend seizoen. Die ga ik ook even meenemen, vind ik wel leuk. Ja, dit is maat 40. Maar dit zou wel gelijk al leuk staan bij de outfit. Maar waarom is er maar één schoen? Oké, ik neem deze ene hak mee en ik ga naar de vrouwenschoen. Ik weet echt niet waarom deze bij een andere schoen stond. Oké, deze schoenen vallen mij gelijk op. En deze zijn letterlijk maat 41. Dus ik denk dat ik hier eigenlijk gewoon voor moet gaan. Oeh, nog meer schoenen. Ik ben zo bang dat ze deze schoenen echt afgrijzelijk vindt. Oh, misschien is dit leuker. Ik vind deze bijna een beetje te gek en deze wel mooier, gewoon een laarsje. Ik doe die dan. Hé, de andere hak. Verzuip ze natuurlijk in, maar misschien is het wel heel leuk. Even goed kijken wat leuk is. Nu ga ik al even stylen, waarvan ik denk dat het te gek is. Moeilijk, moeilijk, moeilijk nu. Ik zag toch dit, ik denk dat dat toch leuker is erbij. Ik denk wel dat het heel leuk is. Die gewoon lekker eronder doen. Dit, die nog eroverheen. Ze gaat het wel warm krijgen. Maar dat is denk ik wel leuk. Hele mooie tinten. Oh, zo mooi bij haar. Die broek erbij. Laarzen, die gaan over de broek. Lekker hip maken, lekker trendy maken. En dan wil ik die centuur lekker onder middel. Ja, ik denk dat dit hem wordt. Ik heb het er warm van gekregen. Is het nou leuk of lelijk? Even een polletje. Het staat denk ik wel bij de kleuren van de outfit. Ik neem het wel even mee.
Ik zoek nog even snel een beter tasje. Afgrijzelijke Bert en Ernie tas. Echt ernstig gewoon. Er zit zelfs glitter op hun gezicht. Ik kies deze hele leuke broek van de Primark. Beetje netjes. En dan heb ik dus deze hakken. De groene blouse met de roze colbert. Dit vind ik echt de beste vondst, die roze colbert. Ik twijfel heel erg of ik dan dit tasje erbij doe. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ben gewoon klaar. Edith, hoe is het gegaan bij jou? Nou, als je goed kijkt, zie je in Zwits nog. Ik heb zoveel stress gehad. Ik had echt veel te weinig tijd. Maar uiteindelijk wel, want ik ben begonnen met de boots. En daar heb ik mijn hele look op gebaseerd. Oeh, ja, ik probeer nog niet te kijken. Ja, bij mij ging het dus verrassend goed. Echt? Ik was heel snel klaar. Maar ik weet niet zeker of je het leuk gaat vinden. Maar het zou zomaar kunnen. Ik zit al heel stiekem te sneaken. Ja, dat snap ik. Zullen we ruilen? Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Vind je het wat? Oh, ik vind dit helemaal cool. Dit wil ik gewoon helemaal aan. Ik vind het zo grappig, want ik heb het gevoel dat we allebei niet helemaal uitzien als onszelf. Nee. Maar het klopt dus zo wel een beetje. Oh, wat grappig. Nou, ik ben echt mega verbaasd dat het allemaal past. Ja, het past echt perfect. Die broek staat je ook mooi, zeg. Het is wel een beetje knellend, maar de kleding past gewoon. Ik vind het echt wel knap dat iemand mij überhaupt kan stylen. Bonnie had natuurlijk niet de makkelijkste opdracht, want alle kleding in mijn maat vinden is heel lastig. Een zwarte broek zou ik dragen, ook wel een skinny, maar nooit in combinatie met felle kleuren. Blouse, fantastische kleur. Oh, I love it. Ik zou snel niet dan kiezen voor een hele snelle, contrasterende kleur, wat ze nu wel gedaan heeft. Maar ik ben wel verrast, want het ziet er eigenlijk toch wel heel erg leuk uit. En het tasje, het is eigenlijk een schoudertas. En ik heb het eigenlijk als beltbag gedaan, waardoor het net iets meer modischer wordt. Want dat is natuurlijk altijd wel mijn uitdaging. Nou, al met al, zeker een dikke voldoende. Nou, ik moet ten eerste zeggen, ik vind dat er echt heel erg nagedacht is over deze outfit. Het is echt een geheel, maar ik heb wel, als ik het aan heb, ik het gevoel dat ik bijvoorbeeld in een toneelstuk speel. Want ik voel me gewoon niet helemaal mezelf. En dat komt eigenlijk door verschillende dingen. Ik denk dus dat als ik het giletje, als ik die weg zou halen, dan zou het gelijk veel meer Bonnie zijn. Want ik vind wel bijvoorbeeld die blouse en die broek en die kleuren daarvan, dat past heel erg bij me. En de broek vind ik qua kleur heel leuk, maar het model komt ook een beetje door hoe ik hem in de laarzen moest stoppen. Dat hij dan een beetje zo puffy gaat staan. Dat is ook iets wat eigenlijk niet echt bij me past. Maar wat ik wel verrassend leuk vind, ja, de laarzen, daar ben ik een beetje neutraal over. Ik vind ze niet geweldig, maar ik vind ze ook zeker niet stom. Maar ik vind het zo grappig, want ik heb eigenlijk nog nooit zoiets aangehad en het staat eigenlijk wel gewoon. Dus ik vind wel echt dat Edith het heel goed gedaan heeft. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Kringloopkwartier. Maar we gaan natuurlijk dit seizoen ook op zoek naar een Kringloopkwartier kampioen. En de laatste die nog in aanmerking komt, is Edith. Dus jullie mogen ook haar een cijfer gaan geven in de comments hieronder. En dat cijfer mag op 1 decimaal eindigen. Je kan nu in beeld zien wat alle scores van de vorige gasten zijn. En we gaan dus ook die van Edith berekenen. En dan weten we wie de kampioen wordt van dit seizoen. Nou, Edith, ik hoop dat jij het leuk vond. Ik vond het onwijs leuk en heel spannend. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Nou, dankjewel dat je erbij wilde zijn. Als jullie Edith nog niet volgen, check ook even haar linkjes. Die staan hieronder. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!